Brussel wordt met spanning gekeken naar de natuurplannen van landbouwminister Femke Wiersma. Zeker nadat ze de oude plannen vorige week in de prullenbak heeft gegooid. Nou, één ding wat zeker is, de Europese Commissie gaat niet akkoord met plannen die in strijd zijn met Europese regels. Europa-verslaggever Michal van der Toorn, die is in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, weet jij dat? Hoeveel ruimte heeft Femke Wiersma voor haar nieuwe plannen? Ja, ik heb wel een beetje met haar te doen, zeker vandaag. In eigen land natuurlijk die hele discussie rondom de veestapel. Mm-hmm. Waarvan, het is natuurlijk, daar hebben we uiteraard aandacht aan besteed. Waarvan lijkt dat ze die toch terug wil dringen. En haar eigen partijleider, die is boos. Ze legt wel de blaam overigens bij Wiersma's voorgangers. Maar goed, daar moet Wiersma mee dealen. En ook wel met andere onderwerpen, namelijk dus dat nationaal programma Landelijk Gebied, die ze vorige week dus in de prullenbak heeft gegooid, die plannen. Mm-hmm. Het is bedoeld om de natuur in Nederland te verbeteren. Ja, te herstellen. Te herstellen. En in de provincies was men best wel boos vorige week. Die hebben daar namelijk al ruim 2 jaar aan gewerkt. Mm. En ook in Brussel kijken ze hier naar. Ze hebben nog niet openlijk iets gezegd, maar ze houden het landbouwbeleid het Nederlandse landbouwbeleid wel echt stevig in de gaten. Ja, dus ze heeft eigenlijk een beperkte bewegingsruimte voor nieuwe maatregelen, ja. Nieuwe wetten. Maar kan ze om Brussel heen op bepaalde onderdelen? Nou, heel kort gezegd, op dit onderdeel niet. Dat zeggen bronnen rond de Europese Commissie. Het kabinet moet komen met een nieuwe aanpak. Mm-hmm. Als vervanging voor die geschrapte natuurplannen. En die moeten hoe dan ook voldoen aan de eisen van de Europese Unie. Gaat daarbij om verbetering van de natuurkwaliteit en van de waterkwaliteit. En dat betekent concreet dat de stikstofconcentraties en de nitraatconcentraties omlaag moeten. En in lijn moeten komen met de Europese regels. De Europese Commissie zegt nu ja, je kan wel je plannen schrappen, maar dan moet je wel met iets nieuws komen. En ook de Europese doelen daarmee nakomen. Ja, en dus ze houden haar erg scherp in de gaten. En dan mm-hmm. zijn er nog andere dossiers die, als je ze door de Brusselse molen zou halen, misschien wel problemen opleveren. Ja, inderdaad. Niet alleen Wiersma heeft het moeilijk. En dat is natuurlijk al sinds dat we het hoofdlijnenakkoord weten, al de vraag van wat kunnen we hier nou mee in Europa? Migratie is een van die dossiers natuurlijk. Een mm-hmm. van de andere paradepaardjes van dit kabinet. Er wordt hier in Brussel veel gepraat over het nieuwe migratiepact. Dat moet vanaf 2026 de migratiedruk op landen als Italië en Griekenland verlichten door migranten al aan de buitengrenzen van de EU te laten weten of ze wel of niet naar binnen mogen. Daar gaat het veel over. De opt-out die volgens in ieder geval het hoofdlijnakkoord zo snel mogelijk geregeld moet worden. Nou, dat kan ook niet zomaar. De kans is eigenlijk best wel klein dat snel er doorheen gaat komen. Wat Nederland dus wel zou willen. Mm-hmm. Schengen staat onder druk. We hoorden natuurlijk deze week nieuws over Duitsland. Die de grenzen dicht wil doen. Toen zei Geert Wilders gelijk, nou, goed idee, willen wij ook eigenlijk. Maar de vraag hier in Brussel is, ja, wat heb je dan nog aan Schengen als iedereen doet wat hij wil? Ja. Waarom zou je dat dan nog hebben? Dus al dat soort dingen, daar kan zeker tegenaan gelopen worden. Hier in Brussel. En morgen hebben we natuurlijk de plannen die gepresenteerd worden. En daar wordt hier ook zeker naar uitgekeken. En dan weten ook diplomaten en ambtenaren hier wat voor, officieel in ieder geval, wat voor opdracht ze uit daarna gaan krijgen. Morgen komt Wiersma met haar plannen, heeft ze beloofd. Heeft ze inderdaad beloofd. Ja, en denk je, is er in te schatten hoe snel Brussel die plannen dan goed of afkeurt? Ja, je weet maar nooit echt hoe snel het hier in de bureaucratie gaat. Maar op 14 oktober is er een milieuraad. En daar zullen die natuurplannen ongetwijfeld besproken worden. En ook dus Europese top 17 en 18 oktober. En de verwachting is wel in ieder geval dat in die conclusies, de eindconclusies daarvan, wel over landbouw en biodiversiteit zal gaan. Dus dan wellicht wordt er iets over de Nederlandse plannen dan ook gezegd. Dankjewel, Europa-verslaggever Michal van der Toorn.